Donderdag 5 februari organiseert de gemeente Hilversum samen met de provincie Noord-Holland een inloopavond over de reconstructie van de Utrechtse weg. Tijdens deze avond kunnen betrokkenen de ontwerptekeningen bekijken. De inloopavond vindt plaats tussen 7 en 9 uur 's avonds in het conferentiecentrum Borneboeg. Een man uit Maarsen is dinsdag aangehouden nadat een hennepkwekerij was ontdekt op de Oude Amersfoortse weg. De politie trof in de hennepkwekerij meer dan 1000 planten aan. 2,5 jaar geleden vond er een zware beroving en mishandeling plaats op Kruifkoord in Hilversum-Noord. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 19.000 euro. Doordat de verdachten niet bij de zitting kwamen opdagen, wordt de zaak aangehouden tot 7 juli. Op het Oostereind is een flitspaal geplaatst tussen de kruising Diependaalse Laan en de Soestdijkerstraatweg.